De vermiste tv-dokter Michael Mosley is dood aangetroffen. Rapport over vermiste tv-dokter Michael Mosley. De bekende tv-dokter Michael Mosley is dood aangetroffen nadat hij meerdere dagen vermist was. Het nieuws heeft fans en de televisiegemeenschap wereldwijd geschokt. De exacte omstandigheden van zijn dood blijven tot nu toe onduidelijk en de politie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Een officiële verklaring werd afgegeven door de West Midlands Police, waarin zij bevestigden dat het lichaam dat gevonden is, zonder twijfel van Michael Mosley is. Het lichaam is overgedragen voor forensisch onderzoek. Michael Mosley was een bekende persoonlijkheid in de wereld van documentaires op televisie en gezondheidsprogramma's. Het politieonderzoek loopt op volle snelheid en het is afwachten of er in de komende dagen nieuwe informatie aan het licht komt. Ondertussen herdenken fans wereldwijd de overleden tv-dokter met talrijke bijdragen op sociale media. Zijn dood is een tragisch verlies voor iedereen die door zijn kennis en passie voor wetenschap geïnspireerd werd. De uitvaart van Michael Mosley zal de komende weken plaatsvinden in de meest intieme kring van familie en vrienden. Fans en collega's plannen echter ook openbare herdenkingsbijeenkomsten om de geliefde presentator de laatste eer te bewijzen. Bronnen, The Guardian, BBC News West Midlands Police Anita Faka Monday 10 June 24